Welkom bij de 6.3 Biocast, een oproep aan de organen. En dat gebeurt met hormonen. Hier een stukje van de zaadbal. En in de hypofyse wordt FSH, follikelstimulerend hormoon, gemaakt, wat via het bloedvatenstelsel terechtkomt bij de Sertoli-cellen. En die Sertoli-cellen gaan spermacellen maken. En dat gebeurt natuurlijk in de zaadballen. Ook wordt er LH gemaakt, wat ook vervoerd wordt naar de zaadballen. En dat komt terecht bij de Leydigcellen. En die gaan testosteron maken. Testosteron wordt weer vervoerd via de bloedvaten. En zorgt voor het ontstaan van de secundaire geslachtskenmerken. Maar het remt ook nog het maken van LH en FSH. Het zorgt voor de groei van geslachtsorganen. Hier het schematische plaatje uit je boek. Hypothalamus, hypofyse en FSH en LH wat gemaakt wordt. Sertoli-cellen en Leydigcellen. Testosteron. Hypothalamus stimuleert de hypofyse. Die maakt FSH en LH. En die stimuleert Sertoli-cellen en Leydigcellen. Leydigcellen maken testosteron, wat weer de Sertoli-cellen stimuleert. En negatieve feedback naar de hypothalamus en de hypofyse. Oestrogenen bestaan uit oestron, oestradiol, wat de belangrijkste is, en oestriol. Die hebben een aantal functies. Het ontstaan van secundaire geslachtskenmerken, het regelen van de menstruatiecyclus, slijm van de baarmoedermond wordt dun gemaakt en de stofwisseling in de vagina wordt geregeld. Dit gedeelte, het groeien van de follikel, gebeurt onder invloed van FSH. Dit gedeelte, het ontstaan van het gele lichaam, door LH. Oestrogenen regelt het eerste gedeelte en progesteron het tweede gedeelte. Dit heet ook wel de proliferatiefase en dit heet de secretiefase. Dan hebben we ook nog de follikelfase, ovulatiefase en de luteale fase. Een hoop namen. De hersenen regelen de menstruatiecyclus. Tijdens de menstruatie begint de hypofyse met het afgeven van twee hormonen, FSH en LH. En die zorgen ervoor dat er een aantal primaire follikels ontstaan. Eén daarvan komt er tot volledige ontwikkeling. Aanvankelijk zijn de follikels alleen gevoelig voor FSH. Op zijn beurt gaat de follikel ook een hormoon afgeven, oestrogenen. En die zorgen ervoor dat de baarmoederwand verdikt wordt. En die zorgen ook voor negatieve feedback, dus voor remming van LH en FSH. Dus resumerend, hormonen van de hypofyse zorgen ervoor dat er een follikel gaat rijpen. En die follikel zorgt er op haar beurt voor dat de baarmoederslijmvlieswand verdikt wordt. En dat de hypofyse geremd wordt in het maken van LH en FSH, zodat er geen nieuwe follikel rijpt. Terwijl de follikel groeit, gaat hij steeds meer en meer oestrogenen maken. Dat zorgt ervoor dat het endometrium, het baarmoederslijmvlies, steeds dikker wordt. De hoeveelheid oestrogeen bereikt een piek rond de 14e dag van de cyclus. Op dat moment wordt de hypofyse niet meer geremd, maar juist gestimuleerd om meer FSH en LH te maken. De grote hoeveelheid LH zorgt ervoor dat de follikel versneld rijpt en openbarst, een ovulatie. Ook zorgt de LH ervoor dat de rest van de follikel uitgroeit door het corpus luteum. Na ovulatie gaat het corpus luteum door met het afgeven van oestrogenen. Maar ook gaat het een ander hormoon afgeven, progesteron. Beide hormonen zorgen ervoor dat het baarmoederslijmvlies steeds dikker wordt en dat er
de hypofyse geremd wordt met het afgeven van LH en FSH, zodat er geen verdere follikels rijp worden. Als ik ovulatie en de periode daarna samenvat, is het de follikel die, als die bijna rijp is, de hypofyse stimuleert om de ovulatie te starten. En dat daarna het corpus luteum ervoor zorgt dat verdere rijping van follikels geremd wordt. En dat het baarmoederslijmvlies verder verdikt wordt. Ook gaan op dit moment klieren in de baarmoederwand glycogeen stapelen als voedingsstof voor een eventueel embryo. Als de eicel niet bevrucht wordt, dan leeft een corpus luteum maar kort. Het onderdrukken van LH na de ovulatie zorgt ervoor dat het corpus luteum gaat degenereren. Dat zorgt ervoor dat de afgifte van oestrogenen en progesteron daalt. En dat heeft weer twee gevolgen. Het baarmoederslijmvlies wordt afgestoten en dat is het begin van een nieuwe menstruatiecyclus. Ook wordt de remming van de hypofyse voor wat betreft het produceren van FSH en LH gestopt. Dat zorgt ervoor dat er weer nieuwe follikels gaan rijpen. Dus als er geen bevruchting is, gaat het corpus luteum dood, het baarmoederslijmvlies wordt afgestoten en er begint een nieuwe cyclus. Als er wel een bevruchting heeft plaatsgevonden, gaat het geïmplanteerde embryo hormonen afgeven, het humane chorion-gonadotrofine. Dat neemt de functie van LH over en dat zorgt ervoor dat het corpus luteum oestrogeen en progesteron blijft afgeven. Oestrogeen en progesteron zorgen ervoor dat het baarmoederslijmvlies intact blijft en ze remmen de hypofyse bij het maken van FSH en LH, zodat er geen nieuwe follikels rijpen. Dus het embryo zorgt ervoor dat het corpus luteum intact blijft, dat het baarmoederslijmvlies niet wordt afgestoten en dat de menstruatiecyclus gestopt wordt. Na ongeveer 3 maanden gaat het embryonale deel van de placenta zelf HCG en progesteron maken. De placenta maakt ook oestrogenen. Dit was alweer de 6.3 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.